Daar staan ze boven mij, de koppen van Homans en Blauw, allebei in zwart-wit en allebei gezeten voor een boekenkast. Je vraagt je af of die foto misschien bij dezelfde gelegenheid is gemaakt. Voor de schoonheid van de foto had ik eerst Blauw links gezet en Homans rechts, want dan keken ze een beetje naar elkaar en dat vond ik mooier qua compositie. Maar ja, toen stond Blauw boven het woordje Homans en Homans boven het woordje Blauw, dus dat heb ik toch maar weer veranderd. Allebei worden ze genoemd de grondleggers van een richting in de sociologie die bekend staat als de ruiltheorieën, de theories of exchange, of exchange theories. Zelf noemen ze zich soms een beetje anders. Nou ja, die ruiltheorie-aanduiding, daar is geloof ik Blauw niet ongelukkig mee. Homans heeft zich er lang tegen verzet, noemde zichzelf een beoefenaar van de behavioral sociology. En heeft zich op een gegeven moment toch maar neergelegd bij dit etiket, dit label, ruiltheoretici. Ze horen dus een beetje bij elkaar. Ze worden gezien als twee loodsen aan dezelfde stam. Al wordt Homans toch meer gezien als de grondlegger en Blauw meer als de uitwerker. Maar ze worden, en dat moet ik meteen maar aan het begin van het college ook vertellen, ze worden ook gezien als de voorlopers van een aan het eind van de 20e eeuw heel populair geworden en nog altijd heel belangrijke richting in de sociologie, de zogenaamde rational choice theorie. De rational choice theorie, daar hoort de naam bij van James Coleman. En ook aan hem is een belangrijk deel van het 7e hoofdstuk in Wallace & Wolff gewijd. En die rational choice theorie van James Coleman, Theories of Rational Choice, die is zo beroemd geworden dat met terugwerkende kracht Homans en Blauw ook vaak genoemd worden onder het label Rational Choice Theory. Zelf kenden ze die term niet of gebruikten ze die term niet, maar Coleman heeft die term zo beroemd gemaakt dat we ze nu eigenlijk allemaal samenvatten als beoefenaren van de rationele keuzetheorieën. En dat is ook de titel van hoofdstuk 7 in Wallace & Wolff. Want, dat zal je zijn opgevallen, we springen nu even van hoofdstuk 2 naar hoofdstuk 7. We slaan even een heleboel hoofdstukken over. Omdat je kan zeggen dat de auteurs in hoofdstuk 2 en de auteurs in hoofdstuk 7 in zekere zin bij elkaar horen. Ze zijn allemaal van het scientistische project, dat structuralistische idee, there is a world out there. En daar kunnen we kennis van nemen, die kunnen we bestuderen. Er is een echte werkelijkheid waar we wetachtige uitspraken over kunnen doen. Daar streven de Parsons naar, daar streven ook Homans en Blauw naar. Maar Homans en Blauw pakken het precies van de andere kant aan. Waar Parsons probeert om algemene wetachtige uitspraken te genereren over macroverbanden, over de collectiviteit, over de samenleving als geheel, daar proberen Homans en Blauw hun algemene uitspraken juist te formuleren op het niveau van de keuzes die individuele mensen maken. Dat is volgens hen de meest stabiele, de meest betrouwbare basis om heel algemene principes op te funderen. En dan kun je vervolgens daarop het gebouw van de sociale wetenschappen in het meervoud van de psychologie, de sociologie, de economie, de antropologie optrekken. Daarom worden ze hier behandeld, maar er is toch wel een beetje een probleem, want behandelen hoofdstuk 7 niet helemaal. De laatste en eigenlijk de grootste, de kroon op het werk, de man die deze traditie wereldberoemd en zeer invloedrijk maakte tot op de dag van vandaag, James Coleman, die krijgt een apart college en dat college komt pas in het tweede semester. Dat zit dus niet in dit programma, dus je leest hoofdstuk 7 deel 1, deel 2 en als er dan staat Coleman, dan moet je jammer genoeg stoppen. En dat is omdat Coleman echt een apart college vergt. En daar wordt ook een Coleman specialist voor uitgenodigd. Ik geloof dat dat Jelle Visser is die daar in het tweede semester een apart college aanwijdt. Waarin hij ongetwijfeld gaat zeggen, Coleman bouwde voort op de denkbeelden van Homans en Blauw die Bart in het eerste semester heeft behandeld. Ik hoop tenminste dat die aansluiting netjes op die manier wordt gemaakt. En een reden om dat ook te doen, om dat die Coleman even uit te stellen, dat is dat Coleman toch meer een bruggenbouwer is. Dat in het werk van Coleman meer oog is ook voor constructivistische elementen. Coleman heeft bijvoorbeeld heel veel interesse voor het begrip vertrouwen in ruilrelaties. En dat speelt een minder grote rol bij Homans en Blauw. En nu ga ik iets zeggen dat een beetje van het college verwijderd is. Namelijk, je zou natuurlijk toch kunnen denken,
Ik ga nog even kijken naar het hoofdstukje over Coleman. Je kan hoofdstuk 7 natuurlijk toch even uitlezen. Je bent daar toch bezig, je bent daar toch onderweg. Het hoeft dus niet, het is nog geen tentamenstof, wel in het tweede semester. Maar er zit een zo verschrikkelijk interessante pagina in de behandeling van Coleman. Een interessante pagina nu, op dit moment, terwijl we naar de televisie kijken en de beurzen zien instorten. Dat ik het idee heb, die pagina die moet je toch even bekijken, al lees je maar die ene pagina. Want dat is pagina 367 in Wallace & Wolff. Daar wordt Coleman behandeld en dan wordt het begrip trust behandeld, het begrip vertrouwen. En dat wordt dan geïllustreerd aan de hand van hoe zakenbanken met elkaar omgaan. En er wordt een uitgebreid voorbeeld behandeld van een zakenbank in Londen en een zakenbank in Amsterdam. Die in een uur of zo een fantastisch bedrag op tafel moeten leggen om een reder in staat te stellen. Een dok in Amsterdam te betalen zodat het schip kan uitvaren en op tijd op de plaats van bestemming aankomt. En de manier waarop dat verloopt is echt fantastisch om te lezen. Een stelletje jongens die aan het eind van de vrijdag al eigenlijk klaar zijn met werken, met hun benen op tafel zitten, de bierblikjes zijn opengetrokken. En die dan zeggen, oh wauw, wacht even, nou ja, dan gaan we nog maar even weer terug naar de telefoons. Want aan de computers deden ze toen nog niet, maar aan de telefoon. Want dat is namelijk zo mooi, dat vind ik er zo mooi van. Ik heb het vanochtend weer allemaal zitten lezen in Coleman, wat dus niet hoefde voor dit college. Beetje dom, maar ik herinnerde me dat dit zo'n mooi stukje was. Er waren nog geen computers, ze doen het allemaal per telefoon. Maar iedereen gaat uit van de goede trouw van de ander. Het komt wel goed en het gaat om een enorm bedrag. Echt, zeker in onze tijd zou het een spectaculair hoog bedrag zijn, wat in een uurtje even bij elkaar geritseld wordt door mensen die al jaren met elkaar handelen, die elkaar van haver tot gort kennen, die na afloop van de dag met elkaar een pilsje gaan drinken en die denken van oké, het komt wel goed. En wat in Coleman staat en niet in Wallace & Wolff, die deze anekdote navertellen op pagina 367... dat is dat een Duitse stagiair die hierbij is en die dit allemaal waarneemt, niet weet wat hem overkomt. Die rolt van zijn stoel van de schrik. Hier gaan de miljoenen over de tafel en de betrokkenen die zeggen, ja, het komt wel goed, we kennen elkaar, we moeten maandag even telexen sturen met handtekeningen, maar het zit wel goed, we maken ons daar geen zorgen over. Een schitterend voorbeeld van het belang van vertrouwen in de relaties tussen banken, ontleend aan een gebeurtenis begin jaren 60, zo lang geleden. Het staat in een boek uit 1967, Joseph Weinberg, The Merchant Bankers, een boek waarvan Coleman onder de indruk was en waar hij zijn illustraties aan ontleent. Dus begin jaren 60. En als je het leest zou je als het ware als een denkexperiment je kunnen afvragen, als nou al die betrokkenen elkaar niet zouden hebben vertrouwd, hoe verloopt zo'n transactie dan? Het kan alleen maar met vertrouwen. Als die mensen geen vertrouwen in elkaar hebben, dan komt het to a grinding standstill. Dan beweegt er niks meer. Dat vertrouwen, dat is de smeerolie van dat hele economische stelsel. Nou, daar beleven we, dat is wat we vandaag waarnemen. Goed, maar ja, ik mag geen college geven over Coleman. Dat is heel jammer, maar het mag niet. Dus ik ga nu netjes doen wat ik wel mag doen. Namelijk, eerst een heel algemene opmerking. Ik heb zelden een PowerPoint gemaakt met zoveel verschillende kleurtjes. Maar het is niet om kerstboomachtig vrolijk te doen, maar het is verschrikkelijk functioneel. Drie manieren waarop handelingscoördinatie tot stand kan komen. De afgelopen weken heb ik steeds gezegd, handelingscoördinatie komt tot stand door consensus. Doordat mensen gedeelde normen en waarden hebben. Door wat Parsons noemt de L-sector, de culturele sector. Daar waar overeenstemming wordt geproduceerd. De scholen, de gezinnen, de kerken, allemaal dragen ze bij aan het produceren van gemeenschappelijke opvattingen, gemeenschappelijke waarden en normen. En omdat mensen consensus hebben, omdat ze het met elkaar eens zijn, omdat ze dezelfde taal spreken, omdat ze dezelfde godsdienst aanhangen, hebben ze een gevoel, wij horen bij elkaar. Dat is volgens het functionalisme hetgeen handelingscoördinatie mogelijk maakt. Alle functionalisten, al zijn ze onderling nog zo van mening verschillend, Parsons of Merton, daarin stemmen ze met elkaar overeen. Recht tegenover dit harmoniemodel dat je onder bullet 1 ziet staan, staat het conflictmodel dat je onder bullet 3 ziet staan. Je kunt handelingscoördinatie namelijk ook veroorzaken of bewerken door iemand een pistool tegen zijn hoofd te houden en te zeggen, geef mij maar de inhoud van je hele portemonnee. Perfecte handelingscoördinatie. Die ander die doet precies wat je wil. Wanneer je
de beschikking hebt over geweldsmiddelen en als de andere die beschikking niet heeft, dan kun je gedrag naar je hand zetten. Dat gaat dus om de vraag wie speelt er de baas over wie. En dat is een element dat uitgangspunt is in alle conflicttheorieën die Wallace en Woolf behandelen in hoofdstuk 3, het hoofdstuk na het functionalisme. En ook nog wel een beetje in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 gaat het bijvoorbeeld over Wallerstein. Ga ik over 2 keer college over geven. En dat is toch eigenlijk ook een conflicttheorie. Dus de conflicttheorieën die worden behandeld door Wallace en Woolf in hoofdstuk 2 en ook een beetje in het begin van hoofdstuk 3. En dat zijn 2 manieren om handelingscoördinatie te bewerken. Door harmonie, door overeenstemming, door het eens te worden, door consensus. En aan de andere kant door dwang, door geweld, door iemand at gunpoint te dwingen om zich op een bepaalde manier te gedragen. Of zoals Weber zegt, het hoeft niet altijd op gunpoint te zijn. Na verloop van tijd kan de ander de macht die de een over de ander heeft ook als vanzelfsprekend gaan ervaren. En dan is er sprake van gezag in plaats van dwang, maar nog steeds van hiërarchie en nog steeds van de baas spelen. Naast die 2 modellen is er een derde. En dat derde model zegt handelingscoördinatie komt tot stand doordat mensen denken, wat is profijtelijk voor mij? In welke relatie heb ik het grootste voordeel wanneer ik ga ruilen? Daar zijn mensen berekenend, calculerend, rationeel aan het afwegen wat de voordelen zijn van samenwerking met een ander. Niet omdat we dezelfde taal spreken of naar dezelfde kerk gaan. Dat is totaal niet belangrijk of omdat we zo van elkaar houden. Ook niet omdat de ander me dwingt. In een open markt kan iedereen zijn gang gaan. Maar omdat beide partijen denken, samenwerking is in mijn voordeel. Dat is handelingscoördinatie die bevorderd wordt door ruilen, door over en weer. Ik doe dit voor jou en dan doe jij dat voor mij. Het heeft te maken met arbeidsdeling. Nou, wat je hier op deze PowerPoint in vele kleuren ziet, dat zijn een paar woorden en een paar theorieën die 3 posities aangeven. Ooit heb ik aan de eerstejaars bachelors en kort geleden nog aan de tweedejaars premasters verteld dat professor Gazeblom een keer heeft geschreven, in de sociologie draait het eigenlijk om 3 vragen. Wie horen bij wie? Wie doen wat? En voor wie? En wie zijn de bazen over wie? En die 3 vragen corresponderen heel mooi met die 3 manieren om handelingen te coördineren waar ik het nu over had. Ze corresponderen ook heel mooi met de 3 grote 19e eeuwse ideologieën die zo'n diepgaande invloed hebben gehad op de zich toen ontwikkelende nieuwe wetenschap der sociologie. Het conservatisme, het liberalisme en het socialisme. En ja, dat staat niet op deze dia, dan had ik nog een ander kleurtje nodig gehad, maar mijn kleurtjes waren zo langzamerhand op. En bovendien werd de dia te vol. Bovendien corresponderen ze ook best aardig met de bindingen in het boek Samenlevingen. Bij de eerste, bij die consensus, moet je dan denken vooral aan de affectieve, maar ook een beetje aan de cognitieve bindingen. Bij dat ruilen, bij die arbeidsdeling, moet je denken aan economische bindingen. En bij geweldsrelaties moet je denken aan de politieke bindingen. Aan de vraag wie controleert het monopolie op de geweldsmiddelen. En inderdaad, auteurs als Parsons en Merton zijn sterk geïnspireerd door mensen als Comte en Durkheim, die afkomstig zijn uit een conservatieve traditie in de 19e eeuw. Terwijl de conflicttheoretici, zoals natuurlijk Bourdieu of Habermas of die Wallerstein die ik net noemde, erg geïnspireerd zijn door Marx en door Max Weber. Hoe zit het nou met de groep waar we het nu over gaan hebben? Want we gaan het nu hebben over bullet 2, over ruilrelaties, over ruiltheorie. Die zijn geïnspireerd door verschillende bewegingen in het verleden die toch wat minder aandacht hebben gekregen in de sociologie dan gebruikelijk is. Maar aan 1 ervan heb ik vorig jaar en voor de bachelors en voor de premasters nog afgelopen week veel aandacht geschonken, namelijk Adam Smith. Je kan zeggen dat die Schotse moraalfilosofen zoals Adam Smith en Adam Ferguson, die mensen die in de 18e eeuw in het noorden van Engeland aan die universiteiten van Glasgow en Edinburgh moral philosophy doseerden, dat die misschien wel de eerste zijn geweest die op het spoor zijn gekomen van deze manier van denken. Kijk eerst heel precies hoe mensen individueel handelen,
hoe ze hun eigen belang najagen en ga dan onderzoeken hoe hun handelingen zich verweven en vertakken tot meer collectieve conglomeraten. Ik ga direct nog iets zeggen over Adam Smith. Even een geheugensteuntje en ook laten zien wat de brug is van Adam Smith naar Homans en Blauw. Dus daar doe ik nu even het zwijgen toe. Een traditie die Wallace en Wolff volgens mij ten onrechte niet noemen is de 19e eeuwse traditie van het utilitarisme. Jeremy Bentham, grote filosoof, ook een soort moral philosopher, leefde van 1748 tot 1832. Is wat jonger dan Mill, maar ze overlappen toch. Adam Smith, maar ze overlappen ook een beetje. En de veel jongere, typisch 19e eeuwse schrijver John Stuart Mill. 1806-1873, die trouwens de zoon was van de secretaris van Jeremy Bentham. En die twee, Bentham en Mill, hebben de grondslag gelegd van een ethische richting, maar ook een beetje een economische richting, die genoemd wordt het utilitarisme. En die is definitief geformuleerd door die Mill in een boek uit 1861, Utilitarianism. En daarin is een hele beroemde formule: mensen zoeken de grootste utiliteit. Ze zoeken bevrediging van hun behoeften, ze zoeken vermeerdering van hun geluk en ze zoeken vermindering van hun pijn. Dat is eigenlijk waar iedereen op uit is. Vermeerdering van geluk of vermeerdering van genot en vermindering van pijn. Waarbij dat genot en dat geluk op allerlei manieren werd geoperationaliseerd en ze ook hun best deden om het niet al te hedonistisch, al te epicurisch te maken. En het leidt ook tot politieke adviezen. Wat een politicus moet doen is zo handelen dat het grootste aantal mensen het grootst mogelijke geluk en het kleinst mogelijke ongeluk bereiken. Dat zijn hele heldere, simpele, kwantificeerbare uitspraken over hoe je een samenleving zou moeten inrichten. Ik moet zeggen, ik heb enorme sympathie voor Bentham en Mill. Een van de redenen is dat ze al in de 19e eeuw merkwaardig feministische standpunten innamen, in zeer in tegenstelling tot heel veel andere sociale wetenschappers in die tijd. Zoals bijvoorbeeld Comte, die de vrouw wel op een voetstuk zette, maar daar toch eigenlijk dingen over zei die elke moderne feministe haren te bergen doen reizen. En wat ik nog veel aardiger vind van die Bentham en die Mill, en dat is nog heel sterk vooral in John Stuart Mill, dat ze zeggen, misschien gaat het niet alleen maar over het grootste geluk voor mensen, maar misschien zou je in je berekeningen ook het geluk van dieren moeten verwerken. En dat is toch wel heel erg bijzonder voor een 19e eeuwse morele filosoof. Dat hij ook de pijn die dieren wordt toegebracht als een negatieve factor invoert in zijn berekeningen over hoe de relatief gelukkigste samenleving eruit zou moeten zien. Dus dat utilitarisme is een heel interessante voorloper van de moderne rational choice theorieën en ruiltheorieën, waar jammer genoeg door Wallace en Wolff een beetje aan voorbij wordt gegaan. Maar ik haal deze informatie onder andere uit een boekje van Randall Collins, dat heet Four Sociological Traditions. Four Sociological Traditions van Randall Collins. En die laat zien hoe belangrijk de schakel is geweest van de 19e eeuwse Britse utilitaire filosofen naar de moderne rational choice theoretici. Nou, dan komt Homans in de 20e eeuw, jaren 40, jaren 50, begint hij van zich te doen spreken. En hij noemt dus, zoals ik zei, zijn theorie aanvankelijk behavioral sociology. En later legde hij zich neer bij het etiket ruiltheorie. En een beetje na hem, een paar jaar later, komt Blauw naar voren met zijn beroemde boek Exchange and Power. En dan staat eigenlijk deze traditie als een huis. En de recentste aanwinst, heb ik net gezegd, is het werk van Coleman. Zijn beroemdste boek is uit 1990, Foundations of Social Theory. Foundations of Social Theory. Deze hele benadering heeft ook een Nederlandse tak. Er zijn ook een aantal sociologen in Nederland die hier heel erg mee bezig zijn. Die hebben zichzelf verenigd in een vereniging, in een club en doen allerlei dingen samen. Dat is eigenlijk een beetje begonnen in Groningen, waar professor Reinhard Wippler en professor Siegwart Lindenberg, allebei Nederlandse hoogleraren in de sociologie, maar wel van Duitse afkomst, zoals uit hun namen blijkt,
pleiten voor een hardere, een strengere, een scientistische sociologie. En die traditie is in onze tijd voortgezet door professor Wout Ulte, die eerst in Utrecht doseerde en tegenwoordig in Nijmegen. En die een echte aanhanger is van het rational choice model. Dus ook in Nederland is die rational choice theorie heeft zeer veel aanhangers gekregen. Ook in Amsterdam lopen er een paar mensen rond die het toch een hele nuttige, zinnige benadering vinden. Het is niet voor niks dat we Jelle Visser vragen om daar speciaal college over te komen geven. Al zal hij zelf altijd weer voorbehouden maken, zeggen, nou ik val er niet helemaal onder. In die opzichten ben ik het niet helemaal met ze eens. Ook in Amsterdam hebben we dus een paar vertegenwoordigers. Maar de echte school, als je echt een groep van onderzoekers wil vinden die hier erg mee bezig zijn, dan moet je nu eigenlijk naar Nijmegen. Daar rond professor Ulte heeft zich een groep gevormd die daar heel erg enthousiast over is. Nou, zoals beloofd, even terug naar de voorlopers voordat we naar Coleman gaan. Adam Smith, voor de premasters een zeer recente herhaling van afgelopen week namelijk. Adam Smith zegt, en dit lijkt enorm op de moderne rational choice theorie, mensen streven hun eigen belang na, hun welbegrepen eigen belang. Mensen hoeven zich niet te verdiepen in de vraag van, is wat ik doe wel goed voor de ander? Als iedereen maar zijn eigen belang naleeft, najaagt, dan zorgen de marktkrachten er wel voor dat alles zo uitkomt dat het in het grootste voordeel is van iedereen. En deze stelling die formuleerde Smith op een heel poëtische manier door te zeggen, het is alsof een onzichtbare hand ieders individuele handelingen, hoe egoïstisch ook op het eerste gezicht, samenvoegt en ordent en leidt in een richting die ervoor zorgt dat het goed uitpakt voor iedereen. Interessant aan deze gedachte is dat je niet gemakkelijk kunt extrapoleren van het microniveau naar het macroniveau. Wat dus veel mensen voor Adam Smith dachten, als iedereen egoïstisch en gemeen is tegen een ander, dan krijg je ook een hele gemene samenleving. Die intuïtief juiste gedachte, die wordt door Smith dus weersproken. Die zegt als iedereen heel egoïstisch of heel egocentrisch alleen maar op zijn eigen belangen let, dan kan dat toch op collectief niveau leiden tot een hele gunstige uitkomst waar allen van profiteren. Hoe vreemd dat ook lijkt. Maar mijn onderzoek naar marktmechanismen heeft ertoe geleid dat ik zie dat dat heel vaak het geval is. Nou, hierbij hoort dan die beroemde zin van Smith, die ik vorige week in het rood heb geprojecteerd, dus doe ik het nog maar een keertje. Namelijk, wil je gevoed worden, wil je dat je dorst gelest wordt, doe dan niet een beroep op het altruïsme, op de vriendelijkheid, op de welwillendheid van de bakker en de brouwer, maar doe een beroep op hun interesse in hun eigen belang. Het klinkt een beetje cynisch, maar velen zullen denken, dit is wel een beetje waar. Beroep je nooit op je eigen noden, maar toon de voordelen die het de andere partij biedt. Dan ben je veel beter verzekerd van je eten en je drinken. Nou, een aspect wat ik niet zo heb benadrukt in mijn college over Smith, maar dat nu extra accent moet krijgen is, eigenlijk is dit dus ook een ruiltheorie, want de bakker stilt de honger van de brouwer en de brouwer lest de dorst van de bakker. Zo werken mensen, zo werkt het in mensenmaatschappij. Want, zeggen die Schotse moraalfilosofen, mensen zijn ten diepste ruilende wezens. Adam Smith heeft het over the human propensity to truck, barter and exchange one thing for another. Mensen ruilen het ene ding tegen het andere. En bij Smith zie je al het vermoeden dat datgene wat geruild wordt, dat kunnen broden zijn en dat kunnen flesjes bier zijn. Maar dat kunnen ook meer immateriële dingen zijn. Je kunt respect inruilen tegen troost. Of je kunt advies inruilen tegen bewondering. Respect, eerbied. Dit verschijnsel dat mensen van die ruilende wezens zijn, dat mensen geneigd zijn te handelen, te chaggeren, te ruilen, heeft te maken met iets in de menselijke natuur. En nu kom je op een heel diep niveau, bijna een biologisch niveau.
En dat vinden sociologen vandaag de dag eigenlijk nog steeds. Mensen onderscheiden zich van veel andere diersoorten in dat ze niet in hun eentje kunnen overleven. Solitair heeft de mens geen kans om te overleven. Mensen zitten zo in elkaar, die soort heeft zich zo uitontwikkeld. Je kan zeggen, ja, maar dat geldt toch ook voor wolven? Ja, dat geldt ook voor wolven. Dat ze in troepen, in sociale eenheden, in samenwerking met elkaar overleven. Alle mensen die wij op de aarde aantreffen, overleven collectief. En er zijn diersoorten die dat niet doen, die individueel overleven. Maar bij mensen, en bij die wolven bijvoorbeeld, is dat dus niet zo. Die overleven in groepen. Dat is een soort biologisch basisfeit. En daar vloeit ontzettend veel uit voort. Want zodra je in een groep zit, is de een een beetje beter in dit, de ander is een beetje in dat. Er ontstaat een primitieve takenverdeling. Een verdeling tussen de seksen, een verdeling tussen de leeftijdsgroepen. En voor je het weet, is de ene zo goed in het een en de ander zo goed in het ander, dat zich ruilrelaties ontwikkelen. Ruilen is een van de eerste dingen die je ziet optreden in groepen. Nou, dat is heel belangrijk voor Smith. Dat was heel belangrijk voor die utilitaristen in de 19e eeuw, voor Bentham en voor Mill. Maar dat sla ik allemaal over. Ik ga nu een hele grote sprong maken, anders kom ik er niet door, naar George C., de C. van Casper Homans. Die leefde van 1910 tot 1989. Op deze PowerPoint zie je heel veel dingen staan die je ook kan lezen in Wallace & Wolf. Hoewel ik niet zeker weet of Wallace & Wolf vertellen dat hij eigenlijk journalist wilde worden. Hij ging naar de universiteit en hij dacht, dan stuur ik een tijdje Amerikaanse en Engelse letterkunde. Dan leer ik goed schrijven. En dan ga ik naar de krant. Dat was eigenlijk het eerste idee. En die belangstelling voor letterkunde heeft hij altijd behouden. Maar terwijl hij studeerde, ging hij steeds meer belangstelling krijgen voor sociologie, psychologie en geschiedenis. Omdat je dit allemaal ook wel in Wallace & Wolf kunt lezen, vertel ik even iets anders. Wat ik vond in een stukje autobiografie. Dat staat daar. Dat is het boek Coming to My Senses. 1984 heeft hij een soort levensbeschrijving gegeven. En daarin vertelt hij een heel interessant verhaal. Hij zegt dat hij, toen hij aan de universiteit studeerde, dat hij in contact kwam met de beoefenaren van de niet-westerse sociologie, de culturele antropologie. En dat vond hij fascinerend. Hij werd bevriend met zo'n antropoloog. Iedereen had het over antropologie, dat was een modevak. Hij ging ook die colleges lopen. En bij die colleges van die antropologen, die hadden het dan over allerlei volken, overal op de wereld. En er werden mooie verhalen over verteld en plaatjes van vertoond. Nog niet met PowerPoint, want dat hadden ze toen nog niet. En de moraal van het verhaal was steeds hetzelfde. Die antropologen zeiden, iedere cultuur is anders. Iedere cultuur is verschillend. Je mag culturen niet met elkaar vergelijken. Dat is heel gevaarlijk. Dat was toen net in de mode in de tijd dat hij aan de universiteit belangstelling toonde voor culturele antropologie. Dat vergelijken van culturen, wat in de 19e eeuw werd gedaan door mensen als Spencer, die dan zeiden, die is een beetje hoger en die is een beetje lager. Dat is helemaal verkeerd. Elke cultuur is uniek in his own right. En Homan schrijft, terwijl ik daar in de collegebanken zat, dacht ik, dat is niet zo. Want ik kreeg al die verhalen voorgeschoteld van al die verschillende volken over de hele wereld. En ik zag, er zijn ontzettend opvallende parallellen. Ze hebben hetzelfde soort instituties, ze hebben hetzelfde soort normen en waarden. Overal kom je basisprincipes tegen in de trant van als ik jou iets geef, dan verwacht ik er ook van jou weer wat voor terug. Er zijn zulke frappante overeenkomsten tussen volken die niets van elkaar afweten. Dat is heel belangrijk voor Homans. Er zijn volken, daartussen is geen enkele vorm van contact. En ik leer op de antropologiecursus dat ze enorm op elkaar lijken. Dat laten we zeggen hun religieuze instituties heel erg sterk op elkaar lijken. Maar er kan geen sprake zijn geweest van informatie van de ene naar de ander. Dan moet je dat dus op een andere manier verklaren. En daar kan maar één verklaring voor zijn. Er zijn bepaalde constanten in de aard van de mens. Mensen zitten waar ze ook leven, in welke samenleving ze ook zijn, op ongeveer dezelfde manier in elkaar.
Leven ze met elkaar samen in een collectief, dan lossen ze hun problemen altijd op vergelijkbare manieren op. En vandaar dat je zult zien dat de sociale structuren die die antropologen bestuderen, toch allerlei basisovereenkomsten hebben die frappant zijn en zelfs onverklaarbaar, tenzij je uitgaat van die basisconstanten in de menselijke natuur. En dan beschrijft Homans dat hij in dienst moest, Tweede Wereldoorlog. Goed, ik wil even het leven van Homans nu afmaken. Homans ging in dienst en hij zat op een boot en hij keek uit over het water. Hij was bij de Navy en hij verveelde zich kapot, vertelt hij in zijn autobiografie. En terwijl hij daar over dat water staarde, ontwikkelde hij die denkbeelden over die algemene eigenschappen, die algemene kenmerken van de menselijke natuur. In 1939 wordt hij lid van de staf van Harvard. Hij blijft daar zijn leven lang sociologie doseren. Maar ook, en dat geeft aan wat een interessante, wonderlijke man toch eigenlijk die Homans was. Helemaal geen keiharde, genadeloze, scientistische socioloog. Hij is ook zijn leven lang medievist geweest. Heeft college gegeven in de geschiedenis van de middeleeuwen. Dat deed hij naast zijn sociologie. Anyway, hij werd aangesteld als wetenschappelijk medewerker eerst en later als werd hij professor in de sociologie in Harvard. En toen werkte hij dat schema uit, dat schema van de basiskenmerken van de menselijke aard. En dat resulteerde in een boek en dat heet The Human Group. De menselijke groep. Dat heeft dus inderdaad de ambitie om de specifieke situaties, een bepaalde samenleving te overstijgen en op een veel algemener niveau uitspraken te doen over hoe mensengroepen werken, gebaseerd op basisuitspraken over hoe individuele mensen kiezen. Maar dat laatste, dat blijft in dat boek The Human Group nog enigszins verborgen. Dat werd daarna het grote project. Waar Homans naar streefde, was naar een reeks uitspraken die zo fundamenteel is, zo algemeen, dat je er eigenlijk alle andere sociologische uitspraken op kunt funderen. Hij wil een echte deductieve sociologische theorie. Een paar basisuitspraken, hij noemt dat proposities. Heel algemene uitspraken over hoe mensen kiezen. Uitspraken in de trant van als je in het verleden iets hebt gedaan en daarvoor ben je beloond met succes, dan zal je dat in de toekomst meer geneigd zijn te herhalen. Dat soort zeer algemene uitspraken over waardoor laten mensen zich in hun keuzegedrag leiden. En vervolgens probeert hij op basis van een zo klein mogelijk aantal basisproposities zijn hele sociologische theorie te construeren. En hij zegt, als je dat doet, dan heb je pas een echte theorie. Wat professor Parsons doet, en let wel, Homans was professor in Harvard. En Parsons was ook professor in Harvard. Dus dat waren twee kemphanen, twee felle concurrenten aan dezelfde universiteit. Parsons die grote regels ontwikkelt over hoe macrosystemen in elkaar zitten. En Homans die zegt, dat kan niet, dat is een onbegonnen project. Ik zie daar helemaal niks in. Je moet dat. En hij zegt, die Parsons die staat bekend als een grand theorist, de man van de grote theorie. Maar het is niet eens een theorie. Het is een enorm stelsel van concepten. Het is een conceptual scheme. Maar hoe de concepten precies met elkaar samenhangen, heldere uitspraken, heldere proposities over hoe ze aan elkaar gerelateerd zijn, dat is veel minder makkelijk te vinden bij Parsons. En dat is ook nog niet genoeg, want die uitspraken, die proposities, die moet je vervolgens in een soort hiërarchie zetten, van heel concreet naar heel algemeen, met aan de top of aan de bodem, hoe je het ziet als fundament, de meest algemene uitspraken over de menselijke aard. En dan pas mag je het een theorie noemen. Wat Parsons een theorie noemt, dat is eigenlijk een grote wolk van begrippen met daar allemaal spannende pijltjes tussen. Maar dat is niet een deductief, hecht in elkaar zittend stelsel van proposities. Nou, dat heeft hij zelf wel geprobeerd te ontwikkelen en tenslotte heeft hij ook dat in een boek laten culmineren. En dat is het beroemde boek Social Behavior, Its Elementary Forms. Dat is het meesterwerk van Homans waarmee hij de geschiedenis ingaat.
Daarna werd hij ook meteen tot voorzitter van de Amerikaanse Sociologische Vereniging benoemd. En werd hij een hele beroemde Amerikaanse socioloog die ook enorm geprezen werd. En waar allemaal mooie boekjes over verschenen zijn. Maar het mooiste boekje over Holmans heeft hij toch misschien zelf wel geschreven. En dat is die intellectuele autobiografie waar ik nu net een paar stukjes uit heb verteld. Die heet Coming to My Senses. Hij beschrijft zijn leven en hij noemt zijn leven Coming to My Senses. Wat toch ook, daar zie je toch al aan dat het een hele leuke schrijver is. Nou, dit zijn de belangrijkste boeken van Holmans. De twee hoofdwerken heb ik genoemd. The Human Group en Social Behavior, Its Elementary Forms. Maar ik kon het niet laten om toch dat eerste boek er ook nog even bij te zetten. Om te laten zien dat die Holmans toch zeker een dubbel leven heeft geleid. Aan de ene kant een prominente middeleeuwenkenner. En aan de andere kant een prominente socioloog. Ten slotte, er is ook een heel leuk boek over Holmans. En dat heet George Holmans, History, Theory and Method. Een bundel artikelen waarin een aantal mensen die hem goed hebben gekend en die hem ook heel aardig hebben gevonden, heel prachtig over hem schrijven. En dan nu de theorie. En dat ga ik dan dus doen in de doopsgezinde kerk aan de overkant van het water. Dat doen volgens veel sociologen, niet alleen Holmans, eigenlijk iedere aanhanger van het zogenaamde methodologisch individualisme. Ik heb hier twee redenen geschreven die niet eens de allerbelangrijkste zijn. Nou ja, misschien toch de eerste wel. Alles wat we kennen zijn individuele mensen. Die onderzoek je, die interview je, die observeer je. Je kijkt naar hoe ze met elkaar omgaan, je kijkt naar uitwisselingen, naar oogcontact, maar waar je uiteindelijk altijd mee bezig bent, zijn mensen van vlees en bloed. We kunnen het hebben over het hoorcollege ST2A, dat is een mooie abstractie, maar uiteindelijk zijn er mensen van vlees en bloed die door de stad schokken om naar de zaal te gaan waar het kennelijk dan wel gegeven wordt. Het basismateriaal van de sociale wetenschap zijn altijd individuen. Het kan niet anders. Linksom of rechtsom, je komt altijd uit bij mensen. En de keuzes die die individuele mensen maken, en vervolgens hoe ze elkaar daarmee beïnvloeden, en dan begint het sociale. Maar het begint bij de keuzes van individuele mensen, zegt Holmans. Dit is het tweede argument. Mensen zijn creatief, mensen zijn inventief. Sociale verandering. Als je wil weten hoe is dit nu gebeurd, hoe is dat tot stand gekomen. Uiteindelijk kom je steeds weer terug bij bepaalde beslissingen van bepaalde individuele personen. Dat zijn allemaal redenen waarom Holmans zegt, je moet je theorie verankeren in, funderen in uitspraken over individuen. Maar er is een beter argument en dat is misschien zijn hoofdargument. En dat is, in de wetenschap zoeken we naar algemene uitspraken waar we de verschijnselen die we willen verklaren onder kunnen brengen. Je probeert alle verschijnselen die je observeert, waar je een verklaring voor zoekt, onder te brengen onder meer algemene generalisaties, meer algemene proposities. En daarboven dan nog algemenere, en daarboven dan nog algemenere. Zoals we dat ook hebben in vakken als de natuurkunde. Waar hele algemene wetten, zoals de wet van de zwaartekracht, een enorm scala aan verschijnselen afdekken. Dat is pas een verklaring. Wanneer je het verschijnsel hebt afgedekt door een zeer algemene propositie. Een wetachtige uitspraak. Zo werkt het in de wetenschap. En nu zeggen de ruiltheoretici, wat de functionalisten hebben geprobeerd, Parsons en Merton, om dat soort wetten op te stellen op macroniveau, is op niks uitgelopen. Het lijkt alsof het ze een beetje lukte. Waar sterke religieuze instituties, daar veel sociale cohesie. Waar een sterk stratificatiestelsel, daar een mooi allocatiesysteem, toewijzing van mensen voor verschillende functies in de samenleving. Maar als je wat preciezer gaat kijken, dan blijkt dat dat toch allemaal erg etnocentrisch is. Het gaat op voor Amerika, het gaat op voor een bepaalde periode, het gaat niet op voor andere samenlevingen. Universele uitspraken doen met een wetachtige structuur over macroverschijnselen, dat lukt niet. Is het dan
verloren met de sociologie. Is het dan geen wetenschap? Omdat die grote ambitie om net als in de natuurkunde wetsachtige uitspraken te ontdekken over mensencollectieven, over macrostructuren, omdat dat niet mogelijk blijkt te zijn, is daarmee de grote droom van Auguste Comte ten einde? Nee, zeggen Homans en Blauw. Die algemene uitspraken bestaan wel, maar je moet ze precies aan de andere kant van het micro-macro-spectrum zoeken. Namelijk juist op microniveau. Op het niveau van individuele keuzes zijn wel algemene uitspraken te doen. En daar kun je de hele sociologie op funderen. Uitspraken in de trant van mensen zijn geneigd om gedrag niet te herhalen waar ze in het verleden pijn bij hebben ondervonden. Waar ze nadeel van hebben ondervonden. Dat soort hele algemene uitspraken over hoe mensen kiezen kun je doen op het niveau van de enkeling. En vervolgens kun je dan gaan generaliseren naar het niveau van de collectiviteit. Want het lijkt nou wel alsof de beslissingen van burgers zo verschrikkelijk toevallig en wisselvallig zijn. Maar als je beter kijkt, zijn ze dat helemaal niet. Want mensen zijn rationele wezens. Bij hun besluitvoering is het niet maandag kiezen ze dit en dinsdag maar weer is dat. Nee, bij hun besluitvoering gaan ze heel cool en berekenend te werk. Vaak cooler en berekenender dan je zou denken. Soms doen ze alsof ze door emoties gestuurd worden, maar ondertussen houden ze alle kosten en baten van alle handelingsalternatieven scherp in de gaten. En over het algemeen kiezen ze het alternatief met de hoogste utiliteit, met de hoogste bevredigingspotentie van hun behoeften. Anders geformuleerd, datgene wat de meeste waarde voor ze heeft. Ze wegen de opties af en ze denken en ze zoomen in en ze denken, die optie kies ik. Dat is wat menselijk handelen stuurt. En zou je de principes die daaraan ten grondslag liggen op een rijtje kunnen zetten, dan zou je op basis daarvan het hele gebouw van de sociale wetenschappen kunnen opbouwen en zeggen Homans en Blauw, maar Coleman is daar ook heel uitgesproken in, niet alleen van de sociologie, maar zelfs van de sociologie, de psychologie, de antropologie, de politicologie en de economie. Al die vakken gaan over mensen in samenlevingen en al die vakken gaan uit van bepaalde basisproposities over hoe mensen tot hun keuzes komen. Nou, en die Homans heeft daar zijn leven lang enorm over gepiekerd en nagedacht en over de zee gestaard. En uiteindelijk is hij uitgekomen met 5 basisproposities die ik nu alle 5 de revue laat passeren. En die ook in Wallace & Wolf staan, maar ik heb ze hier nog een keer in hun definitiefste formulering en met een vertaling eronder op de dia gezet. En dan geef ik er een kort commentaartje op en een illustratie bij. De eerste, en dit zijn hele beroemde zinnetjes van Homans. De eerste basispropositie van Homans luidt: hoe vaker iemand voor een handeling wordt beloond, des te waarschijnlijker dat hij die handeling opnieuw zal verrichten. Klinkt als een enorme trivialiteit, maar dat is juist het mooie van de theorie. Je hebt 5 uitspraken die zo voor de hand liggend zijn dat iedereen zegt dat zal wel zo zijn. En vervolgens is Homans in staat om daaruit het hele sociologische bouwwerk op te bouwen. Deze uitspraak kan je bijvoorbeeld illustreren, zo heeft Homans het zelf wel gedaan, door te zeggen, iemand die gaat vissen in een vijvertje en die dan een hele mooie dikke vis vangt, die wordt beloond voor zijn handelen. Dikke kans dat hij nog een keer terugkomt om weer te gaan vissen. Of in het sociale leven, iemand die aan een collega om een advies vraagt en die collega geeft hem een buitengewoon goed advies waar hij echt wat aan heeft, die zal de volgende keer teruggaan naar die collega en nog eens om een advies vragen. Of iemand die een ander een advies geeft en dan van die ander heel veel waardering en respect oogst, die zal dat de volgende keer weer doen. Wat er eigenlijk gebeurt bij deze propositie is, iemand doet iets, een beetje in the blind, het is een beetje een gok, dan wordt hij beloond en denkt hij, aha, het gaat hier dus ook over een biologisch vermogen, het gaat over leergedrag. En er zitten allerlei kwesties aan vast die heel ingewikkeld zijn, zoals hoeveel tijd moet er verlopen tussen de handeling en de beloning op dat in je hersens vastgelegd wordt. Aha, die beloning heb ik gekregen door die handeling, dus dat moest ik nog maar eens een keertje doen. Heel in het algemeen is dit een stelling die Homans oppikte bij onderzoekers van dieren. Behavioristen in Amerika die keken naar het gedrag van duifjes en het gedrag van ratten. Want dat wordt ook
tot op zekere hoogte geleid door dezezelfde propositie. Maar de hele theorie gaat ervan uit, mensen zijn biologische wezens en hebben ook bepaalde dingen gemeen met andere dieren. En voor meer dieren dan de mens geldt, als een handeling wordt beloond, is de kans groot dat die handeling zal worden herhaald. De stimuluspropositie gaat over de omstandigheden waaronder die handeling wordt beloond. Als iemand in een vijvertje vist waar het beschaduwd is en hij haalt er veel meer vis uit dan uit het vijvertje waar de zon fel op het water brandt, dan denkt hij de volgende keer, ik ga weer in die beschaduwde vijver vissen, want kennelijk levert me dat meer op. En dan wordt zo'n omstandigheid waaronder de handeling met succes werd beloond, een stimulus. Wat mensen dus eigenlijk doen, het is een soort trial and error. Je kijkt, onder deze omstandigheden heb ik zoveel succes en onder die omstandigheden zoveel. Als ik nou eens hier ga kijken, gaat het zus en als ik daar ga kijken, zo. En zo kom je erachter, die en die en die omstandigheden zijn het bevorderlijkst om mijn handelen met succes te doen bekronen. Ook dit is iets wat je bij die dieren kunt onderzoeken en wat ook voor mensen geldt. Maar de derde propositie, de waardepropositie, die is toch wel tamelijk menselijk. De zin is heel eenvoudig. Hoe waardevoller de uitkomst van de handeling, des te waarschijnlijker dat iemand die handeling zal herhalen. Als je heel erg verzot bent op verse vis, of als je een dame een plezier wil doen van wie je weet dat zij heel erg verzot is op verse vis, dan zal het heel belangrijk voor je zijn dat je die vissen uit het vijvertje haalt en dan ga je dus juist vissen. Als iemand het heel belangrijk vindt om met respect bejegend te worden en hij merkt dat zijn collega's hem heel respectvol bejegenen als hij goede adviezen geeft, dan gaat hij aan zijn collega's goede adviezen geven omdat hij het zo waardevol vindt om dat respect te ontvangen. Dat heeft blijkbaar voor die persoon een hoge waarde. En dit laatste voorbeeldje geeft aan, en nu maken we een hele grote sprong naar waar de theorie ook eigenlijk over gaat, geeft aan dat andere mensen jou kunnen belonen met iets wat jij waardevol vindt, of dat andere mensen jou kunnen trakteren op iets dat een negatieve waarde voor je heeft. En dat heet straf. Straf is aan iemand iets geven wat een negatieve waarde heeft. Belonen is aan iemand iets geven wat een positieve waarde heeft. En omdat we weten dat mensen handelingen zullen verrichten afhankelijk van de vraag of ze er in het verleden voor beloond zijn of in het verleden voor gestraft zijn, kunnen we op die manier het handelen van andere mensen sturen. Het is mogelijk om gedrag sturend op te treden. Wallace en Wolff zeggen, deze drie proposities tezamen, de succespropositie, de stimuluspropositie en de waardepropositie, zeggen eigenlijk bij elkaar, mensen zijn rationele wezens. Ze speuren de horizon af naar gedragsalternatieven en ze kiezen dat alternatief en die omstandigheden dat succes oplevert en wel het succes met de meeste, met relatief de meeste waarde. Ze hechten waarde aan dingen, ze handelen op basis van die waarden, ze zoeken naar beloningen, ze vermijden straffen. Nou, zeggen Wallace en Wolff, dat is een heel interessant perspectief. Bijvoorbeeld criminologen, die denken daar enorm over na. Die denken, hoe kun je mensen lelijk gedrag afleren door bepaalde straffen en bepaalde beloningen uit te delen. Economen denken daar heel erg over na. Hoe kun je mensen een bepaalde manier van handelen, ze daartoe aansporen, door bijvoorbeeld te zeggen, u kunt rustig uw geld op de bank zetten, want wij staan er garant voor dat u al uw spaarcentjes weer terugkrijgt. Wat een positieve sanctie is. Dus positieve sancties en negatieve sancties en hoe die gedrag kunnen sturen speelt een belangrijke rol in de criminologie, in de economie. En Wallace en Wolff geven daar een paar voorbeelden van. Je zou ook kunnen zeggen, deze derde propositie is misschien wel de belangrijkste uit het rijtje. Omdat deze derde propositie zegt, als mensen moeten kiezen, dan bekijken ze hun alternatieven. En ze kiezen het alternatief dat relatief de meeste waarde voor ze heeft. Maar nu zeg ik relatief en dat is belangrijk, want wanneer je kiest voor handeling A die je een bepaalde opbrengst oplevert, dan impliceert dat dat je afziet van handeling B die ook een opbrengst heeft, maar misschien een mindere opbrengst. En de winst is het verschil tussen de opbrengst van handeling A en de opbrengst van handeling B. De netto winst, dat is eigenlijk de netto opbrengst, dat is eigenlijk de winst die je hebt door te kiezen voor A en te kiezen tegen B. En als je dat eenmaal inziet, nu gaan we de kant op van een preferentietheorie, dan gooit propositie 4 roet in het eten, zo is het niet, maar dan maakt propositie 4 het ingewikkelder. Want propositie 4 zegt iets wat we allemaal maar al te goed kennen.
Hoe vaker iemand in het recente verleden is beloond, des te minder waardevol wordt iedere verdere eenheid van beloning. Als je heel veel vissen hebt gevangen, op een gegeven moment die vissen komen je de strot uit. Je lust ze helemaal niet meer en je gaat ook niet meer vissen in dat vijvertje. Want alleen al de geur van vis doet je walgen. Iemand die alsmaar lof krijgt, wat ben je toch geweldig, wat ben je toch... Jij geeft zulke goede adviezen, je houdt op een gegeven moment op met die adviezen te geven. Want je denkt, ja, ik weet nou wel, ik ben geweldig goed. Oh, wat ben ik toch een aardig iemand. Beloningen hebben de akelige neiging om in de loop der tijd minder waardevol te worden. En dat is heel interessant, omdat mensen kiezen tussen optie A en optie B. En ze wegen tegen elkaar af de opbrengst van B en de opbrengst van A. En ze denken, A levert me meer op, dus ik doe A. Want wat A mij oplevert is de opbrengst van A minus dat wat je bent misgelopen doordat je B niet hebt gedaan. Maar nu wordt A steeds minder waard. En daarmee wordt B relatief meer waard. En zo kan het gebeuren dat het gedrag uitdooft. Die meneer op kantoor die er zo in zwelgt dat zijn collega's hem zo aardig vinden omdat hij zulke goede adviezen geeft. Die houdt op een gegeven moment, die breekt dat soort relaties misschien wel af. Omdat hij genoeg heeft van al dat eerbetoon. Omdat het hem zo weinig meer doet. Omdat hij er niet zoveel ego-boosting meer aan ons leent. Dus zo legt Homans uit hoe relaties kunnen worden opgebouwd tussen mensen, maar ook hoe ze na een tijdje weer kunnen worden afgebroken als de opbrengst niet meer interessant is voor degene die het in het verleden nog zo fantastisch. Dus een collega, mag ik het vertellen? Nee, het is te kort. Ik heb een collega hier en die vroeg ik 1 jaar of 6 geleden, wil je een gastcollege geven in deze cyclus? En die begon zo te staren, hij had nog nooit een college gegeven voor zo'n grote zaal. Fantastisch! Mag ik in jouw cyclus, meen je dat? Mag ik? En dan sta ik voor die zaal met al die studenten. Nou, vind ik leuk, ga ik doen. Dankjewel, wat een leuke uitnodiging. En daarna vraag ik hem elk jaar, wil je dat college, dat gastcollege weer geven? En nu is het zo dat hij zegt, ja, maar ik vind eigenlijk, hoeveel punten krijg jij eigenlijk voor dat college? Ik vind eigenlijk dat ik wel wat van jouw punten mag hebben, want jij leidt mij leuk in. Dan zeg je, hier staat die en die. En dan mag ik het verhaal houden en dan zit jij mooi te scoren. Ik vind de verdeling niet eerlijk. In 6 jaar is dat veranderd. En wat is er gebeurd? Intussen is die collega iemand die ontzettend veel colleges geeft en dat die voor een zaal staat en dat al die studentjes met grote ogen naar hem kijken en denken wat een knappe meneer staat daar, interesseert hem geen moer meer. Die lol die is er voor hem helemaal af en hij bekijkt het nu veel cooler en hij denkt als ik voor Bart college sta te geven, kan ik ook iets anders doen wat voor mij belangrijker is. Dus ik heb eigenlijk niet zoveel zin meer om die dienst te verlenen. Dat is de 4e propositie. De 5e is de agressie-instemmingspropositie. Ja, en die zegt eigenlijk, ik kan eigenlijk wel doorgaan met bijvoorbeeld. Dat had ik niet bedacht toen ik het voorbereidde, maar ik kan nu wel doorgaan. Ik ga naar die collega, ik zeg, daar ben ik weer. Leuk hè, je mag weer een college bij me geven. En dan zegt die collega van, nou ik wou dit jaar maar eens niet doen. Weet je wat, doe jij dat college zelf maar, ik heb er totaal geen zin in. Dan ben ik kwaad. Dan zou ik hem wel een schop willen verkopen. En dat is wat deze stelling zegt. Die zegt, wanneer ik een beloning verwacht en ik krijg hem niet, dan word ik boos. En in boosheid zijn de resultaten van boos handelen waardevol voor mij. Ik heb er plezier in als ik hem een schop geef. Als je naar die vijver gaat waar je altijd heel veel vissen ving. En ineens komt geen vis uit die vijver. Dan ga je met stenen in die vijver gooien in de hoop dat je een vis op zijn hoofd treft. En bij die 5e propositie hoort ook de tegenpropositie, de agressie-instemmingspropositie. En die zegt, wanneer iemand een beloning oplevert als iemand een beloning krijgt die veel groter is dan hij verwacht, of wanneer hij denkt dat hij een straf krijgt, maar hij krijgt helemaal die straf niet, integendeel, hij krijgt een beloning, dan reageert hij met approval. Dan reageert hij heel positief en heel blij. En dan zal hij zeggen, dat is leuk, dat ga ik vaker doen. Nou, die vorige stelling, de agressiepropositie en deze stelling, de instemmingspropositie, die vormen met z'n tweeën propositie 5, de agressie-instemmingspropositie. En die is eigenlijk de meest menselijke, de meest ingewikkelde en gecompliceerde van het rijtje. We zijn ver verwijderd van de duiven en de ratten van Skinner, die nog wel propositie 1 en 2 regeerden. Want hier hebben we te maken met psychologie, met frustratie, met kwaaiigheid, met emotionele reacties. En ook met verwachtingen, dus eigenlijk met normen. En Wallace en Wolff maken heel veel werk van die 5e propositie. Daar geven ze allerlei voorbeelden van en uitwerkingen. Die moet ik laten zitten. Ik heb nu nog net 4 minuten. Het is tegen de klok. Maar ik wil toch ervoor zorgen dat jullie niet voor niks die hele wandeling hebben gemaakt. Wat er nou gebeurt is dat die 5 proposities
alle interacties tussen mensen beheersen. En ik heb daar net al even op vooruitgelopen. Ik had eigenlijk daarnet alleen nog maar over de vijver willen vertellen en de vis. En nu willen zeggen, dit kun je dus ook tussen mensen zien, maar ik heb het er nu net al even doorheen gesmeten. Die employé die advies geeft aan die ander. Person geeft advies aan other. Other beloont person met lof, respect, vriendelijkheid, eer. De succespropositie zegt dus ook, hoe vaker de ene merkt dat de ander zijn handelen beloont, des te groter de kans dat de ene dat handelen zal herhalen. Hoe waardevoller die beloning is, des te groter de kans dat hij het zal herhalen. Als op een gegeven moment de waarde daalt, omdat hij alsmaar beloond wordt, dan wordt de kans weer kleiner dat hij het gaat herhalen. Dus wat er speelt tussen twee mensen, tussen A en B, of bij Homans tussen P en O, person and other, kun je tot in de details verklaren door een beroep te doen op niks anders dan die vijf basisproposities. En wat er in feite gebeurt, het is een ruilrelatie. De een geeft beloningen en straf aan de ander geeft beloningen en straf aan de een. En zo proberen ze elkaars gedrag te sturen. Nu, zegt Homans, introduceer ik een derde partij, de third man, net als de beroemde film. En zoals je misschien de bachelors van Simmel herinnert, als je van een diade naar een triade gaat, van een tweepersoonsgroep naar een driepersoonsgroep, wordt alles verschrikkelijk ingewikkeld. En kun je begrippen gaan uitleggen als groep en lid en samenwerking. Want bijvoorbeeld, person and other kunnen een conctie smeden om third person eruit te houden. Of other kan gaan samenzweren met third person en op die manier person buitenspel zetten. Dus allerlei sociale verschijnselen die wij kennen van grote conglomeraten, die kun je al bestuderen in triades. Voeg nu nog wat meer mensen aan The Human Group toe. 4, 5, 6, 7. Dit onderzoek van Homans is ook onder andere geworteld in laboratoriumstudies, waarbij je door zo'n one-way mirror kijkt en ziet wat er gebeurt in een groepje van 8 en van 10 en van 12. En dan kun je met niets anders dan je vijf basisproposities ook definities invoeren van de begrippen norm, macht, prestige, leiderschap, gelijkheid en conformisme. En zo, stapje voor stapje, bouwt Homans dat hele conceptuele apparaat op waarmee hij de samenleving kan analyseren. Maar daartoe moet hij natuurlijk nog wel even het laboratorium verlaten en naar de echte wereld gaan. En dan zegt hij, we moeten ook de factor leeftijd gaan invoeren. Je hebt groepen van onder de 10 en groepen van boven de 80. Je moet rekening houden met het onderscheid tussen mannen en vrouwen. Sommige mensen zijn van het mannelijke soort, anderen van het vrouwelijke soort. En dat, als je dat onderscheid eenmaal hebt gemaakt, dan krijg je aandacht voor een hele interessante reward die een grote rol speelt in menselijke betrekkingen. Namelijk de distribution of that very valuable social reward, sexual intercourse. Dit is niet wat hij heeft onderzocht in zijn laboratoriumgroepen, maar het is wel iets wat in de samenleving als een heel grote machine een hele grote rol speelt. Wat hij nu doet is dat je hele samenlevingen, complete maatschappijen, analyseert met een begrippenapparaat waarin al je termen en al je stellingen, al je beweringen, al je proposities logisch herleidbaar zijn tot die vijf eenvoudige, bijna triviaal klinkende aannames over het handelen, over het kiezen van individuele mensen. Als je dit begrijpt, heb je de basis begrepen van alle rational choice theorieën. Ik heb er niet genoeg over kunnen vertellen, maar de kern van het verhaal, hoop ik, is toch overgekomen. Dankjewel voor dit bijzondere college.